ben een jongen van Amsterdam en ik speel poker. Als je met goed spelen ver weet te komen, dan speel je jezelf in positie om het toernooi te kunnen winnen. En dan is het niet belangrijk dat je heel veel visies hebt. Het is belangrijk dat je erin blijft, goed speelt, goed blijft opletten, focussen, weten, je niet gek laat maken eromheen. Je zit iemand al met 100.000 en jij zit nog steeds met 20.000. Je hebt geen haast, neem de tijd ervoor. Hetzelfde als in boksen, wacht op je moment om dan die knock-out te geven. Mijn vader was een klaverjasser. En die zat altijd te rekenen en die wist als de kaarten verdeeld waren en er werd uitgekomen, wist hij op de punt nauwkeurig hoeveel punten hij had, welke slagen eruit waren, wie wat speelde, wie nog wat in zijn handen had. Hij analyseerde het spel en wist dan ons altijd uit te leggen waarom we dat verkeerd gedaan hadden. Met het gevolg dat we na een tijd van 6 maanden of 2 jaar, of hoe lang het duurde, het net zo goed speelde als hij en zochten naar de mogelijkheden hoe we hem met zijn gedachtegang natuurlijk konden verslaan. Als jongetje was mijn droom eigenlijk, ik weet het ook niet, een beetje later kwam eigenlijk het idee van wat wil je worden? Ik heb heel vroeger bij als telegrambesteller gewerkt, in de haven gewerkt, zoekende naar iets wat je bevalt. En dan uiteindelijk, ja, de markt is heel leuk, zomers leuk, warm, je staat erachter, maar het verveelt niet, je ziet al die mensen uit de buurt die je kennen. En dan wil je je handel aanprijzen. Je kan een praatje maken met iedereen. Het is hard werk als je vroeg op moet. Om 4:30, 5 uur naar de centrale markt. En dan handel kopen en dan oplaaien. En dan staat er hier vast eentje de stal uit te pakken die je op moet halen. En dan vast klaar te zetten. Terwijl er aan de andere kant een mogelijkheid was om gewoon met kaarten wereldwijd wat te doen. Die berekeningen en inschattingen en handelen, de handelsgeest, moet je hebben voor het marktwezen. Maar die komt nou natuurlijk op de pokertafel goed van pas. De industrie krijgt nu in plaats van 200 miljoen pokerspelers, straks 500 miljoen pokerspelers. En als er China erbij komt, dan krijgen we misschien wel 1 miljard pokerspelers. Dat is heel leuk, maar dan kun je, ondanks dat je een hele goede speler bent, dan leef je van de minder goede spelers om je heen, met cash games en toernooien. Maar je kan niet genoeg toernooien spelen om dat te blijven handhaven. Niet iedere pokerspeler wordt gepromoot en gesponsord. Ze zoeken bepaalde types. Dus het helpt natuurlijk als je een ongekende zonnebril hebt en een pak. Het geeft een stuk herkenbaarheid, maar doe ik dat met plezier. Het is leuk om te doen, maar ik zit liever natuurlijk in een korte broek, petje op en een makkelijk shirt. Dit hoort bij je werk. Interviews, handtekeningen, lachen op de foto. Er was die eerste vrouw met die hele slechte tanden. Nou, ze had niet alleen hele slechte tanden, maar ze rook verschrikkelijk uit de mond. Ja, en dan moet je toch ook naast staan en vriendelijk blijven. Dat zie je dan niet op de foto, maar dat maakt je mee. Dat is gewoon een stuk van je werk, een onderdeel. En dan ga je met de leuke momenten en de minder leuke momenten, ga je erheen. Het pokerleven, denk ik, als je doseert, is gigantisch leuk. Ik bedoel, je wordt behandeld als een filmster. Je zit naast mensen als James Wood, actrices, zangeressen, ik ken mensen, Celine Dion, de man speel ik mee. En dan kom je weer mensen in aanraking die gewoon zwemmen in het geld en het heel leuk vinden, omdat ze pokers leuk vinden en jij bent op televisie geweest. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ik pak die kans.
voor mij was het, nou ja, niet het ei van Columbus, maar wel het idee van, wauw. Iedere dag ga je zitten, je kunt optellen. Alleen je krijgt dan, ja, als je dat alle dagen doet, de tijd gaat ook verder. Wat kan ik meer doen? Dus ik heb eraan gewerkt om internationale pokerregels neer te zetten. Het is een sport en het moet fair zijn. Dus daar hebben we daarvoor gezorgd dat er regels komen die spelervriendelijk zijn. En die ze kunnen gebruiken wereldwijd. Zodat een speler die overal waar hij naartoe gaat, die hetzelfde grondprincipes tegenkomt. Ja, dat is één pilaar dat voldoening geeft in je leven. Ik heb bereikt, dat heb ik gedaan. Daar kun je niet omheen, dat staat. Dan kijk je terug en dan zie je je kinderen ook van niets groeien. En dan voordat je het weet zijn ze nu 16 en 12. Maar die 10 jaar zijn zo omgevlogen waar ik mee bezig ben. Het is zo dat ik heb een tijd gehad dat ik erover dacht. Hoe zouden mijn kinderen het vinden later als ze zeggen... Als ze over hun vader praten, als ze over de persoon praten. Maar dan is papa een kaartspeler, een gokker, ze zijn oude dag in het casino. En in principe hebben ze gelijk ook. Ik wil toch graag wel iets daar tegenover kunnen zetten om te compenseren voor de tijd die we daarin hebben gestopt. Omdat je een doel voor ogen hebt. En ik vind dat ze daar recht op hebben.